Mits, het zat er een paar keer niet in. Nou, eindelijk weer wel, hè? Ja, dat had ik hier mee. Dus ja, wel, we waren wel beter, Spirit, vond ik. Nou ja, die is de eerste helft, maar de tweede helft begon Spirit toch wel terug te komen, hè? Met Rob Reus onder andere. Ja, het eerste kwartier van hun was wel heel goed. Toen dacht ik wel van, nou, het gaat toch niet weer gebeuren. Maar daarna gelukkig, we kregen nog een hele grote kans met Job. Maar ja, dan weet je weer, Job, die maakt het 9 van 10 keer niet. Dus nou ja, toen kreeg ik uiteindelijk maken. Dus ja, ik ben heel blij mee. Hey, moet je luisteren, het is elke keer net niet raak met SCW, maar dit was een 6-punten-wedstrijd natuurlijk, hè? Ja, zeker. Voor mij gaan we over hun heen nu met 2 punten. En ik hoorde net in de kleedkamer dat de rest ook verloren heeft, onze concurrenten. Dus dan doe je een stapje van naar boven. Dat is ook wel lekker. Nou ja, goed, Alvers Voorwaard 3-0 tegen VVW. Maar VVW grootste deel van de wedstrijd met 10 man, omdat er een rode kaart viel. Maar ja, dan krijg je toch wel een beetje dat gevoel van SCW en Spirit... Allemaal naar beneden kijken, dadelijk Valken en Zwaarddijk. Ja, nou, ik hoop het niet, laat ik het daarop houden. Maar ja, je weet het nooit, we hebben een hele jonge ploeg. Er zijn nog maar 2 oudjes die in de baas staan, dat is Jeffrey en ik. En de rest zijn allemaal 18, 19 gemiddeld, denk ik. Dus ja, dan kan het wel eens tegenzitten, maar ik hoop dat we nu de lijn omhoog trekken. Dus, Wat gebeurde met het doelverdediger, met die speler, met Joost Schone? Ja, die was voor mij een beetje klaar met dat onze keeper een beetje rustig aan. Dus liep door op de keeper dat hij de bal vast had. Hij zei net dat hij vol op zijn voet ging staan. Dus ja, een beetje onsportief. En, ja, ik denk dat onze keeper het ook wel uitlokt, maar wel onsportief dat je doorloopt. Dus, Oké, 2-1. Het is volgende week weer volle bak natuurlijk, hè? Ja, volgende week zware wedstrijd tegen VVW. Dus dan mogen we aan de bak, ja. Dat wordt een zware kluif. Maar uit hadden we ook mogelijkheden. Dus als wij gewoon ons niveau halen, wordt het een mooie wedstrijd, denk ik.